De voorbereiding was intensief. Nou, de voorbereiding was wel zwaar, maar wel goed. We hadden echt nodig. We zijn heel vaak in Texel geweest. En we zijn echt samengegroeid als team. We hebben nu al 2 jaar lang werken naar het WK toe. En de afgelopen maanden veel getraind, veel clinics gegeven ook. En we zijn er al gewoon elke dag mee bezig. Nooit ruzie? Nee. Je aarzelde. Nee, ik moest heel hard nadenken. Ik denk, ja, ik heb geen ruzie gehad. Toen moest ik even nadenken de rest. Maar zover ik weet is dat niet echt het geval geweest. Aan de slag zijn we heel sterk. We zijn super fit, goed op elkaar ingespeeld en gewoon super goed voorbereid. Ik weet wel van mijn sport, anders was ik niet bondscoach van het Nederlands team. Ze kregen veel steun van Texel, van wethouder Huisman van het eiland, van vakantiepark De Krim, een van de sponsors van het team. De afgelopen winter zijn ze 4 keer een periode van een week bij ons te gast geweest. En van daaruit hebben ze goede activiteiten ontwikkeld en hard getraind. Ding gedaan, ja. Is het een sympathiek stel? Ja, kijk, het is toch wat anders dan een herenworstelteam. Dan is een dames softbalteam heeft al onze voorkeur. En de uitstraling van het team, het is natuurlijk fris, het is jong, het is enthousiast. Ik denk dat iedereen daar wel een goed gevoel bij heeft, ja. En weten mensen op Texel, weten de inwoners van Texel van die bijzondere band tussen het eiland en het softbalteam? Dat is wel uitgebreid aan de orde gekomen. Wij hebben hier de Texelse Courant. 14.000 inwoners op Texel en 98% heeft de Texelse Courant. En als mensen het toch nog zouden missen, hebben we ook nog de kabelkrant. Althans, die hadden we tot voor kort. En daar werd heel veel aandacht aan besteed. Omdat het toch wel bijzonder was dat we een nationaal team. En ook het verhaal erachter dat het team het eigenlijk heel goed doet. Maar dat het helemaal niet bekend is. Iemand noemde het het best bewaarde geheim van Nederland. En heel Texel gaat naar Haarlem. We zullen er zeker zijn. Craig Montvidas of Louis van Gaal? Craig Montvidas. Rustig, maar hij heeft alles onder controle. Ik denk dat het goede coach is omdat hij doet wat het beste is voor het team. En hij blijft rustig. En ik vind hem strategisch, zeg maar, vind ik hem ook wel goed. Craig Montvidas of Louis van Gaal? Wat een lastige vraag om te beginnen. Ja, hij wil vooral zelf altijd heel veel regelen. En soms ook dingen die hij misschien niet eens hoeft te doen. Hij werd heel goed rust in het team. En hij neemt duidelijke beslissingen wanneer die genomen moeten worden. En dan voeren wij ze. Ja, 80%. Gewoon genoeg. 100% gewoon goed uit. Ja. Een beetje een vaderfiguur. Ja, een beetje wel. Een vaderfiguur die ervoor moet zorgen dat de dames hoog eindigen op het WK. Want anders trekt het NOC-NSF de stekker eruit. Vindt u dat een reële eis? Nee, dat vind ik niet. Ten opzichte van de andere sporten zeker niet, als ik dat vergelijk. Wij zijn met honkbal en softbal een van de teamsporten, met 2 teamsporten dus, de betere in Nederland. Natuurlijk, hockey speelt ook een belangrijke rol, maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Als je kijkt naar de internationale sporten. Wij moeten dit jaar 5e worden van de wereld. Voor 2 jaar geleden hoefden wij maar 8e te zijn. En elke keer stellen ze hun eisen weer bij en het wordt steeds weer iets moeilijker voor ons. Nee, het is zeker niet makkelijk. En het is, je moet jezelf als team zijn steeds bewijzen. Maar ik denk dat dat voor ons wel dat extra stukje motivatie is om het goed te gaan doen op het WK. Ons grootste nadeel is eigenlijk ons grootste voordeel. Dat klinkt een beetje kruifachtig. Ja, nu gaan we eens even poepje laten ruiken en zien wie weg zijn. Eigenlijk zijn we als team verder gegaan en hebben geprobeerd alles wat tegen ons zat te werken, om daar gewoon doorheen te werken, zodat we wel konden presteren en eerstes konden worden op het EK. De sponsors hebben er vertrouwen in. Als ze zo doorgaan met alle tegenslagen die we gehad hebben, met alle successen die er daarna gekomen zijn, met sponsoren die erbij gekomen zijn, die het mogelijk hebben gemaakt om verder te gaan en om door te gaan. Ja, ik heb tegen hem gezegd, ik sta er met mijn stand op zondag tijdens de finale wedstrijd. Ik hoop dat je er dan ook bent.
Ja, in ieder geval een top 5 klassering. Want dat betekent het eigenlijk dat ze de boel veilig stellen. Maar ja, het mooiste is natuurlijk, zeker in zo'n in een eigen land, om ja, daar gewoon natuurlijk vol misschien wel te kunnen gaan winnen, om het maar zo te zeggen. Dat zou het mooiste zijn. Waarom? Ja, ik denk dat het ook goed zal zijn voor de sport. Een stukje extra herkenning, erkenning eigenlijk, ook naar buiten toe. Van joh, er zijn meer sporten als alleen maar hockey, voetbal en ja, tennis, eigenlijk de drie grootste sporten. Dit is ook wel een sport waar een hoop meiden en jongens zich in zouden kunnen vinden. Volgens de medische begeleiding zijn de speelsters topfit. En dat moet ook, want het is topsport. Ja, dat vind ik wel. Als je ziet hoe vaak ze trainen en ook hun club er nog naast. En alles wat ze nu daarvoor doen, is het absoluut topsport. En ik heb zelf een topsportverleden. Ik kom zelf uit de basketbalwereld. En als ik dat vergelijk, dan is het absoluut topsport. De ambitie van het team, de vechtlust, de bereidheid om te blijven knokken voor erkenning spreekt aan, zeggen de sponsors in koor. Het past bij de bedrijfsfilosofie van ondernemingen die de softbalsters steunen. De dames geloven erin. Ze knokken er keihard voor. En wij geloven ook dat ze dat gaan redden. En de link met ons bedrijf is eigenlijk dat ook ons bedrijf begonnen is met een ambitie. Om de gevestigde orde op onze markt, de postmarkt in Nederland, aan te vallen. En dat begon ook bij het geloof en de ambitie en keihard werken. De ambitie van Cent en de ambitie van het softbalteam, daarvan zegt u dat past volledig bij elkaar. Ja, het is ambitie en het is doorzettingsvermogen. Op die momenten dat het even lastig wordt, of dat anderen denken dat het niet gaat lukken, of dat in dit geval NOC-NSF toch bijna het geloof in jou als ploeg opzegt, om dan extra je tanden erin te zetten, dat is wat ons bindt. De opdracht is de beste 5, dat is heel goed mogelijk. Wij denken zelf dat het podium ook heel goed mogelijk is. Als je de dames spreekt, daar spreekt vertrouwen uit. En de kopjes staan goed, de ogen staan goed. Dus ik denk dat ze ver gaan komen. En daar is iedereen het mee eens. 1 Japan, 2 Amerika, 3 Australië. Misschien wel 4 Nederland zelfs en 5 Canada. Japan, die wordt 1. Dit is het toernooi, hè, dat gaat gebeuren. Australië wordt 4. Derde of vijfde straks? Derde. Ik zet ons op de derde plek neer. Nou, tweede. Eerste, liefst. Maar ja, zeker weten. Ja. Zeker weten? Zeker weten. En Amerika. Lastig. Wow, ik verwacht dat we minstens in de eerste 5 komen. En als we veel beter doen dan in de eerste 3. Sowieso moeten we natuurlijk bij de beste 5 horen. En ik denk zelf dat we voor de derde plek kunnen gaan. Nee, ik wissel ze om. Ik vind ons daar echt bij horen qua inzet. Maar ook gewoon qua kwaliteit, vind ik echt. Australië op 2, wij op 3. Misschien ook op 2, ligt er hoe wij tegen Australië spelen. Ik zal er niet 1, 2, 3 op kunnen komen. Dat klinkt flauw, maar... Amerika op 4 en Canada op 5. Vijfde. Of zelfs vierde of derde. Het Nederlandse volk die nu vol je support, zeg maar. Nederland wordt oranje gek. Albert Heijn haalt de hamsters weer uit de kast. Ja, en dat zou wel moeten zijn, ja. Succes. Ja, dankjewel. Wij zijn er klaar voor, dus het gaat lukken. Het bovenste 5 gaan we wel halen. Gotta get up and try.